Bert, wat kan ik voor je betekenen? Nou, er is eigenlijk niet direct een aanleiding, maar ik wil graag wat met je bespreken. Okay. Mijn moeder is het afgelopen jaar overleden. En de laatste jaren waren erg zwaar. Het begon ermee dat ze vergeetachtig werd. Ze deed steeds minder, ze hoorde steeds minder. Haar wereld werd steeds kleiner. En daar konden we nog wel mee omgaan, maar het werd steeds erger. Op een gegeven moment wist ze niet meer waar ze was of welk jaar het was. Maar ze herkende zelfs mij niet meer. Maar ik herkende mijn moeder ook niet meer. Het was een ander mens geworden. En dat beeld van haar, dat krijg ik nu mijn hoofd niet meer uit. Ik zou haar zo graag willen herinneren zoals ze vroeger was. Maar dat lukt niet meer. En dat wil ik niet. Als mij dit ooit gebeurt, dan wil ik niet dat mijn vrouw en kinderen mij zo gaan herinneren. Ja, dat snap ik. En daarom wil ik dat je mij geen medicijnen meer geeft als ik ooit op dat punt kom. Als ik op het punt kom dat ik niet meer weet waar ik ben of welk jaar het is, of als ik mijn vrouw en kinderen niet meer herken, dan wil ik geen behandeling voor wat dan ook. Dus geen penicilline meer, niks. Dus als ik dan ziek word, al is het maar een griepje, dan wil ik niet worden behandeld. Het is goed dat Bert dit bespreekt met zijn huisarts. Maar wat gebeurt er als hij dement wordt? Dan ziet een arts hem niet meer als wilsbekwaam. En dan kan hij niet meer eigen beslissingen nemen. Hij zou dus eigenlijk al die zaken die hij hier nu bespreekt op papier moeten zetten. Dat noemen we schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking. Maar wat zet je daarin en wat doe je daar vervolgens mee? Daarvoor biedt Cura Vera een cursus aan. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op www.curavera.nl.